Een van de meest iconische protesten uit de moderne geschiedenis. vond plaats in 1989 in Beijing op het plein van de hemelse vrede, het Tiananmenplein. En waarom dat protest plaatsvond, daar zullen we in deze video's naar gaan kijken. Want dat protest staat ook heel erg symbool voor ja, wat er toch ook in de Chinese samenleving begint te veranderen. als Deng Xiaoping zijn vier moderniseringen inzet. Want al heel snel komt er de roep onder sommige lagen van de bevolking om een vijfde modernisering. Leuk denkt Xiaoping dat je voor economische modernisering hebt gezorgd. Maar nu willen we ook politieke modernisering. We willen ook dat het uh, op dat gebied vrijer wordt. En dat gebeurt niet. De machtspositie van de Chinese Communistische Partij blijft onaantastbaar. Dus uh, op economisch gebied wordt eigenlijk uh, het communistisch idee losgelaten, want er komt veel meer ruimte voor vrije marktwerking, maar op politiek gebied blijft er de sprake van een communistische dictatuur, een communistische eenpartijstaat. En voorstanders van politieke hervormingen en van democratisering, die blijven dus ook onderdrukt worden door de Chinese communistische partij. Ja, en ondanks die onderdrukking zien we in de loop van de jaren tachtig dat uh, de onvrede toe blijft nemen, met name onder jongere generaties. En ja, dat is eigenlijk heel logisch dat dat gebeurt. Want dat hebben we ook al eerder zien gebeuren. In het Westen, met een bepaald kenmerkend aspect, namelijk dat over die toenemende Westerse welvaart, die leidt tot allerlei sociaal-culturele veranderingen. Nou, hetzelfde zien we in China plaatsvinden, want daar neemt de welvaart ook toe, daar nemen de contacten met het Westen ook toe. En dan zien we dus ook dat de Westerse invloed in China groeit. Uh, hè, dat zien we bijvoorbeeld terug in de muziek. Hè. Dus, dus, dus westerse muziek wordt enorm populair, ook onder uh, Chinezen. Er wordt bijvoorbeeld naar Wam geluisterd. Nou, daar heb ik hem even bij gepakt. Ik ben zelf meer van de artiesten die eronder staan. Maar in ieder geval uh, de, de, de westerse invloed die nemen heel erg toe. Uh, met name onder jongeren, met name onder studenten. En dat leidt ertoe dat er steeds meer kritiek komt vanuit hen op de gevestigde orde, op hun ouders, op uh, hun leraren en met name ook op de machthebbers van de Chinese communistische partij. Ze willen een einde maken aan die politieke onvrijheid... en ze willen ook een einde maken aan die grootschalige corruptie... die er nog steeds is binnen die partij. En dat is niks nieuws natuurlijk in de Chinese geschiedenis, dat blijven we zien. Maar uh, ook nu is dat dus weer het geval en dat leidt uiteindelijk dus in 1989... Tot dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede. Het is de grootste demonstratie tegen de Communistische Partij in China. Meer dan een miljoen mensen komen in Beijing bij elkaar op het plein. Ook in andere Chinese steden gaan de mensen de straat op. Uh, de Communistische Partij probeert uh, dat eerst nog een beetje allemaal in de kiem te smoren. Dat lukt niet. En uiteindelijk zet ze het leger in om een einde te maken aan die demonstraties. En dan krijg je een van de, de, de meest iconische beelden uh, van de hele 20e eeuw. Die tankkolonne die door één man wordt tegengehouden op dat plein van die hemelse vrede. Uiteindelijk wordt die man later opgepakt en hoe het hem zal vergaan, dat weten we niet. Want ja, dat geeft ook wel een beetje aan dat uiteindelijk uh, het niet lukt. De protesten worden allemaal neergeslagen en die demonstranten worden ze dus het zwijgen opgelegd. China blijft een communistische dictatuur.